Het is een Indiaanse residentie, groot verblijfplaats voor blanken, divanszetels, meubilair uit de tijd van Indiason. Een plafondventilator draait maar met de traagheid van een nachtmerrie. Insectengaas voor de ramen, achter het gaas de lanen van een tropisch park, oleanders, palmbomen. Algehele onbeweeglijkheid, geen zuchtje wind in het park. Binnen dichte duisternis, is het avond, men weet het niet. Veel ruimte, vals goud. Een piano, gedoofde luchters, kamerplanten, niets beweegt, niets. Enkel de ventilator met het fictieve van een nachtmerrie. De traagheid van de stemmen is die van het heel langzame aangloeien van het licht. Hun zachtheid die van het aangrijpend decor. Dat wil zeggen, ik had geen voorkeur bij mijn vertrek uit Frankrijk. Maar u, voor Lahore, had u liever iets anders gewild? Niets anders. Lahore was wat ik wilde. Komt u mee naar de bank? Waar bent u bang voor? Men zegt dat Bombay u zou bevallen. Zullen ze me niet in Calcutta houden? Nee. In dat geval houden we de beschikking van de consulaire autoriteiten. Dat men me stuurt waarheen men wil. Bombay is minder bevolkt. Het klimaat is er beter. En de nabijheid van de zee is er voelbaar. Wat doet u? Kom. Ik luister naar Indiason. Ik ben naar India gekomen. Omwille van Indiason. Deze melodie geeft me zin om lief te hebben. Ik heb nooit lief gehad. Verontschuldigt u mij. Ik heb niet gevraagd dat mijn dossier doorgestuurd zou worden. Maar u kent het. Wat zegt men? Men zegt dat Lahore, wat u gedaan heeft in Lahore. Men kan niet begrijpen wat u gedaan heeft in Lahore. Hoe men het ook bekijkt. Niemand. Niemand. Thank you.
vrouw intrigeert. Niemand weet eigenlijk wat hij zijn tijd doet. Met wat? Soms zit hij met iets bezig al. Ze zal wel lezen. Heeft u dat gezien? Wat een bewonderenswaardig gebaar. Iedereen heeft het gezien. Naar het tweede salon. Dan brengt hun champagne. Hij heeft het zin gezegd tegen de stuur van de club. Ik blijf me wel. Dat is mij in een salon. Het is een grote zwarte gesloten piano. Op de muziekstaande staat India Song. Mijn moeder speelt India Song. Ik hoor het vanuit mijn kamer. Het stuk staat daar sinds heel goed. Wat kwelt u zo? Als ik het goed begrepen heb, mijn vriend, zou u Bombay verkiezen. Maar u zou in Bombay niet dezelfde post moeten bekleden als in Lahore. Het is nog te vroeg. Als u hier blijft, zal men vergeten. India is in werkelijkheid een boel van onverschilligheid. Als u dat wilt, houdt u de weer in Calcutta. Wilt u dat graag? Ja. Weet u, een carrière is iets mysterieus. Hoe meer men ernaar verlangt, hoe minder men erin slaagt. Een carrière is niet iets dat je construeert. Er zijn duizend manieren om vice-consul van Frankrijk te zijn. Indien u, als u Lahore vergeet, dan zullen de anderen het ook vergeten. Ik vergeet Lahore niet. Calcutta. Bent u er niet aan? Er zijn remedies voor die nervositeit. Zo noemt men dat. Weet u dat? Nee. In het begin staat iedereen. Ik ook, herinner ik me. Op hetzelfde punt. Men kan twee dingen doen. Of men vertrekt, of men blijft. Als men blijft, moet men een manier vinden, uitvinden, ja, een manier om dingen te zien, om Lahore te verdragen. Dat heb ik niet gevoeld. Luister, weeg goed het voor en het tegen af. Indien u niet zeker bent van uzelf, keer dan naar Parijs. Hoe ziet u dat? Ik zie niets. Ik wist niet dat u bestond. Calcutta is voor mij een vorm van hoop geworden. Ik hou van Michael Richardson. Ik ben niet vrij van die liefde. Ik weet het. Ik hou zo van u. Binnen de liefde voor Michael Richardson. Het heeft geen belang voor mij. Waarom weent u? Geen muziek meer. De verte geroezemoes, het verdwijnt, de andere geluiden onbeweeglijk nog altijd in de doorgeluid omzingelde stilte, vastgemetseld, vastgezet heel wat. Ik hou van u tot het niet meer zien, het niet meer horen, sterven. India Song keert terug vanuit de verte. Langzaam komt het koppel los, komt terug tot leven. Achter de muziek zit geluid op het geluid van Calcutta, luid vol kracht. Daarom diverse geluiden met regelmaat kreten van handelaarshonden, groep ver weg. Naarmate het geluid van buiten toeneemt, betrekt de lucht in de lanen van het park roodkleurig licht heen. Het koppel gaat uit elkaar, keert zich naar het park, kijkt naar het park onbeweeglijk. De
tweede zittende man begint ook naar het park te kijken. De lucht wordt nog loodkleuriger, het geluid van Calcutta stopt. Wachten, nog wachten, het is bijna zwart. Plots houdt het wachten op. Het geluid van regen, een verkoelend fris geluid, het regen boven Bengalen. Men ziet de regen niet, men hoort hem enkel, alsof het buiten overal regende, behalve in dit door het leven verlaten park. Iedereen kijkt naar het geluid van de regen. Het regent boven Bengalen. Een oceaan. Wat is verteld is wat Annemarie Stretter doet. Ze legt haar gezicht op haar arm, blijft zo. De viceconsul kijkt naar haar vastgenageld aan de afstand die hen scheidt. Ze moet daar lang gebleven zijn, tot de ochtend. En dan moet ze de laan afgewandeld zijn. Het is op het strand dat men de badmantel heeft teruggevonden. De ventilator stopt, enkele seconden na het stoppen van de ventilator. Wacht.